Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op ons kanaal. Ik ben Loïc. Ik ben Jasper. Vandaag gaan we karp vissen en we hebben nog gezelschap bij ons. Hallo, hallo. Okay. Dus vandaag gaan we karp vissen en Jasper heeft er net een kooi misgeslagen. Dus, ja, die zat er gewoon even aan, we zagen ze aasen. Dus ik deed gewoon even een broekje. Hij pakt hem, als je mijn lijn wegtrekt, ik sla aan en zat er 2 seconden aan. Lost ze normaal nooit op de brok. Ja, super zonde. Zit ja. Lekker in de stoeltjes te chillen. Ja, misschien aasbellen te slikken. Dus ik ga jullie even filmen hoe dat allemaal aasbellen zijn en zo. Kijk. Oh, Jasper zegt beet. Beet? Jasper heeft 2 keer tikjes. De dobber ligt daar. Kijken of we live aanweet kunnen krijgen. Hallo Yassi. Je zegt gecamoufleerd, jongen. Bij de boesboes. Hartverzakking. Als stel voor je krijgt zo meteen 1 zo'n mooie opsteker. Oh. Het zou toch mooi zijn, joh. Kijk jongens, hier is hij dan. Vet! Eerste karper ooit. Niet normaal. Ik zet jullie weer neer. En ik moet even het schepnetje pakken. Dus ik heb even het schepnetje naar beneden geplooid, jongens. Jasper die zegt, ik ga even snel naar huis. Ik ga even mijn... Jasper zegt, ik ga snel naar huis. Ik pak mijn... Hij ging zijn hengel pakken met dobber, want hij zag de hele tijd net boven het oppervlak wat visjes. En hier een goed haakmatje. Jongens, altijd goed voor de vis zorgen. Dus ik zet jullie hier even neer. Kan je zo allemaal goed zien, prima. Zo, boilie eruit. Hoppakee, dan scheppen we hem. Scheppen tussen klein. En dit duurde iets te lang, dus daarom heb ik het voor jullie ingekort. Maar het was een grote karper, niet normaal. Kijk eens jongens. Kijk, als een landingsnet. Zo, erin. Oh, wat een schub jongens. Holy moly. Dit duurde natuurlijk ook best lang. Kijk hem. Even de beugel openzetten op de pieper. Heel erg nice. De beugel staat open. Even die lijn kijk. Bij karpers gaat het op gewicht. Dat weet ik inmiddels al. Maar hij is 80 centimeter, jongens. Zo, wat vis. Kijk, is het zo gehaakt? Zo, mooi man. Ik ga hem even onthaken en dan maak ik mooi even een fotootje. Even goed neerzetten, zo. Kijk zo. Hoppakee.
When I was a young boy living in the city, all I did was run, 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 run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, 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 you're gonna grow up, you're gonna get old, all that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, 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 run. Schub, kijk, 80 centimeter. Ik ben net aan het opnemen. Kom kijken, snel, snel, Jas. Ja, op de pieper. Kom, blijf hem. Kan je een fotootje van mij maken? Ook van mij, dus, ja? Ja, ja, sowieso. Ik ben jaloers als ik heel eerlijk ben. Ja, snap ik. Mijn eerste karper. Lekker, bro. Lekker, bro. Ik ging als een meisje, jongens, maar dit is heerlijk. Andere kant? Nee? Andere kant van de vis. Oh. Daarom dat je niet op. Oh, nooit van de mat. Hou me, hou me. Niet van die mat. Hè. Niet van mij, niet van de mat. Oei, daarom dat jij me niet opneemt. Belde je mij? Ja, ik wou vragen of je cola lust. Oh, ik heb cola voor je niet. Oké, okay, heb je hoor. Ging het scheppen goed? Ja, het was wel, scheppen, het was wel heel klein voor. Ik weet niet of ik die kooi zo nog kan pakken. Ik heb allemaal, ik heb een stuk of, ik heb bijna allemaal hondenbrokken nu. Hoe heet het? Het was wel. Ja, dat is goed. Omhoog. Omhoog. Ja, ik hou hem heel ver. Ja. Je handen wat meer naar beneden. Ja, maar anders laat ik hem vallen en dat wil ik niet. Oké, dan mag ik, hè? Ik ben helemaal leuk. Hij is donker gekleurd ook, jongen. Ja, echt prachtig. Ik moet ook mijn handen schoonmaken. Ben je wel een beetje goed met hem omgegaan? Tuurlijk. Bro. Waar staat hij gehaakt? Je mag zo meteen alles... In de onderlip, of niet? Onder, ja. Oh, dat is weer precies hoe het moet. Staat de camera nog aan? Heb je echt een live run? Ja. Ik ben helemaal gek! Oh. Precies als ik weg ben natuurlijk. Ja joh. Kom mooi vast of? Ja hoor. Ja, mag terug. Mag ik hem terugzetten? Ja, weet je, ik heb hem voor je klaar, oké? Okay? Ja. Nou jongens, hij gaat terug. Oh, mijn eerste karper jongens. Ik ga zo proberen kooi te vangen. Want ik heb nu een muis mee, pennetje. Eerste karper in mijn hele leven, heerlijk. Hij is donker hoor. Oh, heel mooi. Hij gaat weer terug. Nee, kijk je. Wat een karper, niet normaal jongens, dikke karper. Oh, heel nice, we hebben hem terugzet. Jasper is nu daar aan het vissen, op het andere blok. Wacht. Hij is daar met de pen. Daar. Ja, blijf daar. Zo jongens, kom maar zijn de Dixie. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. We zijn aangekomen bij... Bij het nieuwe watertje. Jasper staat er al klaar. Heerlijk. Ja jongens, sorry hoor, maar ik moet heel moeilijk pissen. Dat krijg je van het harde werk. Ja, we zitten op een campingwatertje, zegt Jasper. En we gaan hier drie hengeltjes in gooien. We hadden net wel goed succes. Het was een mooie karper die ik had gevangen. Als ik hem heb, dan voel je die kooi natuurlijk. Ja, die komt nog wel een keertje boven water hoor. We zijn nu bij dit watertje. We gaan kijken of we hier een karpje kunnen vangen. Jasper gaat even de montage laten zien. De chot. Met een knoopje aan de logo. Kijk, even concentreren.
meeste werk. Klein papiertje. Hier zie je twee kraaltjes, loodje, 60 gram. Beetje licht, maar het kan wel. Want je laat het zien? 60 gram. Loodje. Ja, het is niet heel, heel professioneel. Een onderlijn, heel lang. En dan doe je een knoopje in. Hier kan je zeker opvangen. En Jasper, jij hebt toch ook een super mooie hengel? Ja, ik heb de Sonic. Weet je precies welke dit is? Het draait ook als een Sonic, jongen. Ja, niet helemaal snel. Dit is dan de Sonic Molen. Ik vind hem heel mooi, want hij draait heel soepel. En ik ga hem dit water onder de kant leggen, daar bij die boom, bij dat riet. En daar gooi ik dan een paar bollen bij. Ik heb bollen van... Volgens mij gaat hij hier zo gooien. Ik zie in Karp 20 bij Les. Ga sowieso keer naar Karp 20. Yes, Karp 20 is echt de beste, het beste betaalde water van heel Nederland, België en Luxemburg. Heel Benelux. Hier, kijk, dit zijn de vismeelpellets. Ah, het zijn geweldig. Kijk, een paar bollen er doorheen om te zien. Yes. We gaan er meteen gooien. Klappen we de stoeltjes uit. Gaan we lekker zitten en relaxen. Lekker taxi'tje drinken. Dat komt echt helemaal goed, jongens. Yes. Dan zien we jullie bij de vis. Of niet. Maar ik hoop bij een vis. Ik zat helemaal aan de andere kant. Noor, vis! Nu! Ja! Wacht, kom eraan. Lekker man! Voelt goed, voelt goed. Ja? Ja, ja. Nou, het is lekker weer. Ja. Ah, we hebben een mooie vis gevangen. We hebben er eentje echt verspild. Ik baal nog steeds, jongen. We hebben ook nog kooi verspild. Ja. Kort gezegd, dat was gewoon een beetje prut aan het eind. Ja, we hebben 3 runs gehad vandaag. Ja, en dus die kooi hebben we misgeslagen. En Jasper had net 1 run, jongen. Niet normaal. Holy moly. Dat was echt mooi geweest, maar... We moeten snel naar huis. Helaas zijn we afgevallen. Waargevallen. Afgegaan. Als we moeten snel patat eten. Dus hij gaat zo naar tot huis. De volgende keer dat ze ook alweer op karpen zijn. Ik hoop het wel. Komt goed. We gaan ook nog een keer mijn brokken op pad. Voordat je deze video wegklikt, het is nog niet klaar. Want jij moet even abonneren op Jaspers kanaal. Je schrijft pike strijken aan elkaar. Ik heb nog niet zoveel abonnees, maar we gaan elkaar promoten. Ik ga deze video ook posten op mijn kanaal. Dus ja, later. Ik ga snel inpakken. Aan het einde van de video komt Jasper zijn kanaal in beeld. Komt goed. Yo, laters! Like a vampire.